Vind je dat jammer dat het zo geëindigd is bij Ajax? Ach. Ja, ik vind het wel jammer, man. Ik vind het jammer hoe het daar allemaal is gelopen, weet je. Hoi hoi, voetbalprimeur is in Londen en dat is natuurlijk niet voor niets. We zouden hier naar Chelsea, Arsenal of Tottenham Hotspur kunnen gaan. Maar we gaan vandaag langs bij Fulham, de club waar niemand minder dan Kenny Tete onder contract staat. We gaan hem een bezoek brengen. Zo Kenny, goedemiddag. Goedemiddag. Op het trainingscomplex van Fulham, het ziet er aardig uit hier. Ja, het ziet aardig uit, hè? We zijn nu bij de gym en het hoofdveld is super Engels, super traditioneel. Ja. Het heeft wel wat, weet je, een beetje nostalgisch, wat ouder. Hoe vind je het leven hier verder in Londen? Ja, leven is goed, niks te klagen. Nee. Het doet me een beetje denken aan Amsterdam soms, alleen dan 20 keer zo groot. Ja, maar dat zal jou als muziek in de oren klinken, want het is echt Amsterdam, toch? Ja, toch? Ideaal eigenlijk dan, ideaal, toch? Toch? Ja, en cultuur is ook een beetje hetzelfde als onze cultuur. Als je dat vergelijkt met de Franse cultuur, dat het ook weer anders is. Ja. Maar nee, ik heb niks te klagen. Ik ben niet super gelukkig en ik hoor voorlopig ook niet weg. Nee, spelen op Craven Cottage, dat zal voor heel veel jongens toch ook wel een droom zijn? Ja, het is een mooi stadion. Een van de oudste stadions van de Premier League. En het is een prachtig stadion. Heel veel mensen die zullen jou natuurlijk als eerste herinneren aan het Europa League seizoen van Ajax. Ja. Is dat iets waar jij op dit moment ook het eerst aan zou denken als jij een hoogtepunt uit je carrière moet noemen? Ja, dat was wel een goed seizoen van ons. Ik speelde natuurlijk niet alles, maar ja, ik kwam erin, deed mijn ding. En daarna maakte ik een transfer, dus niet verkeerd. Nee, maar dat was ongelooflijk toch? Dat had je toch nooit kunnen dromen dat jaar? Nee, ik had dat ook niet verwacht. Ja, het was gekke shit, man. Dat we bijna eruit zouden gaan. Tegen Schalke. Tegen Schalke, ja. Ongelooflijk. Toch weer door. Wat is dan het eerste echt waar je aan denkt? Voor mij was toch die afscheidswedstrijdje tegen Olympique Lyon. Ik wist dat mijn laatste wedstrijd voor Ajax zou zijn in de arena, want ik wist dat ik in de zomer weg zou gaan. Dus ik had heel veel kaartjes geregeld. Ja. Ik zei tegen mijn vrienden, familie, iedereen van, ik zei van, dit wordt waarschijnlijk de laatste wedstrijd, man. Ja. Ik speel niet alles. Ik denk dat het beter was dat, voor mij om ergens anders naartoe te gaan. Nou, die wedstrijd, dat speelde geweldig. Ik weet niet meer eens hoeveel het was, 5-1, maar ik denk dat het 8-1 of zo kon spelen. Ja. Dat is toch wel voor mij, ik speelde die wedstrijd, ging lekker. Na die twee wedstrijden kwam Lian ook meteen van nee, waarom speelt hij niet? Dan halen we hem op. Vind je dat jammer dat het zo geëindigd is bij Ajax, dat je daar niet als onbetwiste basisspeler weg bent gaan? Ach, ik vind het wel jammer, man. Ik vind het jammer hoe het daar allemaal is gelopen, weet je. En wat bedoel je dan specifiek? Ja, gewoon, ik ben toch een jongen die daar is geboren en is getogen. Ik had het liefst mooier af willen sluiten, maar ja, wat moet je doen? Het zijn keuzes, weet je. Ik heb 100 dingen die nu door mijn hoofd gaan, maar... Ja, zoals? Ja, maar ik vind het gewoon, laat het gewoon zeggen dat ik het jammer vind. Ja. En ik heb er gewoon vrede mee, nu. Nu de dag, nu ik ouder ben geworden. Maar ja, ik vind het wel vervelend dat het zo allemaal is gegaan. Ja, en jij hebt wel eens gezegd, meermaals volgens mij, ik wil nog een keer terug naar Ajax. Ja, ik kom vandaar, weet je, dus ja, waarom zou ik niet teruggaan? Het is altijd wel, maar niet nu, maar ik zou, het is wel, voor mij blijft het wel altijd mijn clubje, weet je. Als het komt, dan komt het, maar als het niet komt, dan heb ik ook vrede mee. Maar ik ben sowieso gewoon supporter, no matter what. Mijn zoontje loopt wel Ajax bij aan, wat je shirtjes, dingetjes, heeft hij allemaal. Dus ik word er gewoon met een paplepel in gegoten. Wat zijn jouw plannen voor de komende jaren? Heb je een carrièrepad uitgestippeld? Ja, nu kijk ik gewoon meer dag bij dag. Weet je, waar ik meer gelukkig van word. En dat is beter voor mij, man. In plaats van, ik wil daar naartoe. En als het niet lukt, raak je misschien weer teleurgesteld. Ja. Dus je moet kijken wat voor jou het beste werkt. Dus dat... Whatever works for you. Zouden ze hier in Engeland zeggen? Ja, want het komt vanzelf wel. Het is allemaal wel uitgestippeld. Het staat allemaal wel geschreven. Dus ja, wat kan je doen? Lekker je best doen. Ja. En dan zie je het wel. Nou, goed. Ja. Hey, ik denk dat we lekker een einde gaan breien, want mijn arm die houdt het inmiddels meer. Je hebt zo slim op je knie gelegd. Ja, toch? Ik kan nu de hele tijd zo door blijven gaan. Dankjewel voor je tijd. Alsjeblieft. Leuk om hier geweest te zijn. Yes. Heel veel succes hier. Is goed, dankjewel.